geen stereotype afbeeldingen meer van Zwarte Piet op Facebook. Afgelopen week maakte het bedrijf van Mark Zuckerberg bekend dat afbeeldingen waarbij Zwarte Piet op een discriminerende manier wordt neergezet, voortaan worden verwijderd. Hoe denk jij over dit verbod? Ja, dat is te belachelijk. Dat is toch gewoon belachelijk gewoon. Ja, dat is larie. Ik vind het wel, ja, best eigenlijk. We leven in een vrij land waar heel veel is. En ik durf het gewoon eerlijk te zeggen. We mogen dankbaar zijn dat ze hier zijn. Daar mogen ze ook dankbaar om zijn. He, de zwarte mensen. Dat is toch racisme? Is het gewoon mensen hebben er last van? Ja, als mensen gekwetst worden kan het wel stoppen, vind ik. Ik vind het belachelijk. Dat er veel mensen zijn die zich persoonlijker doorvoelen aangevoelen. Of in ieder geval niet prettig bij. En ik vind het goed dat daar wat aan gedaan wordt. Als de mensen zelf niet bewust worden dat sommige dingen op deze tijd niet meer acceptabel is. Dan denk ik dat het goed is. Ik vind het belachelijk. Waarom? Ja, waarom niet? Ja, als je een beetje natuurlijk in je hoofd bent en een beetje slim bent, dan kom je daar wel achter. Ik snap het op zich wel, maar op een gegeven moment is alles discriminatie. Bepaalde dingen over een moorkop, dat mag je ook niet meer zeggen. Of een negerzoen, dat mag je ook niet meer zeggen. Jodenkoeken, bruinbrood, witbrood. Wij kunnen ons ook gediscrimineerd voelen dat we witbrood hebben. Hebt u er zelf last van discriminerende foto's op Facebook? Ja, ik heb wel van vooroordelen en dat mensen, ja, dat heb ik wel last van. Er zijn mensen die zich gediscrimineerd voelen. Ja, maar er zijn er natuurlijk heel veel. Hè? Wij worden gediscrimineerd. Echt waar, en dat is niet gelogen. Dat zijn allemaal jongeren die voelen zich eigenlijk gediscrimineerd. Wat doet het dan met u als u dat soort foto's voorbij ziet komen of te maken krijgt met dat soort discriminatie? Nou, ik voel me aangesproken. Kijk, ik trek me daar zo niks van aan, omdat ik mijzelf niet identificeer aan een zwarte pit. Nee. Maar ik begrijp het wel dat dat niet mag, omdat sommige mensen voelen zich wel aangesproken. Kijk, die mensen kunnen misschien wel vinden van ik word gediscrimineerd. Dat denken hun. Maar daar werd vroeger ook helemaal niet over nagedacht. Je mag niks meer. Het is net een communistisch land geworden. Als ze niet naar de zin hebben, dan gaan ze terug naar hun eigen land. Dan moeten ze teruggaan. He? En dan... Begrijp je wat ik bedoel? En niet zo lopen zeuren. Zo gaan ze met de kerst gaan ze ook nog bepaalde dingen nog verbieden. Er mag geen kerstboom meer. Nee, want dan lopen die mensen weer met een baard lopen. Nou, dan voel ik me gediscrimineerd, want die ook met een baard loopt. Dat ga je uit. Blijf gewoon racisme klaar, hoe je het bent of keert. Stel een vriend op Facebook, die besluit toch een foto van Zwarte Piet te plaatsen. Zou je hem dan rapporteren? Want dat is waar Facebook op hoopt nu. Ik zou dat wel rapporteren als iemand dat zou plaatsen, ja. Nee, ik zou ook niet echt mensen gaan verlinken of zo, maar... Ja, nee, niet dus. Als ik een account tegenkom die zoiets post, dan verwijder ik de account wel. Als het iemand is in mijn vriendengroep die racistisch zou zijn, dan zou ik hem daar wel op aanspreken, ja. Ja, het doet me een beetje denken aan de oude NSB-jongens en zo. ik ben er erg tegen dat we elkaar gaan verhalen. Ik vind dat we in gesprek moeten blijven. Ik denk dat wij allemaal bewust moeten van worden wat de consequenties zijn van ons gedrag, van onze houding. Ik heb een mooie afsluiter. Hartstikke bedankt.